Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij Studium Generale en wel bij de laatste lezing van dit seizoen. Volgende week hebben we nog een debat in het Engels. We hebben nog PAS Festival in de buurt. Dat is echt voor de buurtbewoners van Mariaberg en Pottenberg. Dus als u daar woont, kijk even in onze agenda. Maar vervolgens nemen we een lange pauze voordat we in september weer terugkomen in deze zaal met ons lezingenprogramma, waarbij u natuurlijk altijd van hartelijk welkom bent. Een interessant onderwerp vanavond, denk ik, kunstmatige intelligentie, AI ook wel natuurlijk. Het is even naar aanleiding vooral van een voorstelling die volgende week speelt bij Theater aan het Vrijthof, ik geloof in de NC. Een mooie voorstelling over Wim Klein. Dat was een rekenwonder die een hele mooie geschiedenis heeft gekend, maar heel lang nog kon winnen van de computers als het ging om denkkracht en creatieve oplossingen. Inmiddels, ik geloof sinds de 60e, begin 70e jaren niet meer, hoewel die toen nog een rol speelde bij bijvoorbeeld CERN. Als ik het juist heb, klopt hè? CERN. Ja. Maar goed, dat is eigenlijk de aanleiding om het eens een keer over kunstmatige intelligentie te hebben in deze lezing. En daarvoor hebben wij wetenschapsjournalist en schrijver Benny Mols uitgenodigd. Hij was hier iets meer dan 10 jaar geleden, in 2012, ook te gast. Over Turing hebben we toen gesproken, in het kader van het Turingjaar. En de ontwikkelingen natuurlijk zijn heel snel gegaan als we naar de afgelopen 10 jaar kijken. En ik ben heel benieuwd of als we over weer 10 jaar verder zijn, of je dan nog hier bent. Of dat we dan een soort robot hier hebben, à la Benny Mols, die een interessant verhaal voor ons kan houden. En dat we dat dan allemaal heel normaal vinden. Normaal vinden we dingen nu nog niet. Handig vaak wel, als het gaat om AI. Er zijn natuurlijk heel veel slimme toepassingen van de kunstmatige intelligentie, waar we allemaal profijt van hebben. En ook in de verdere toekomst nog zeker profijt nog meer van gaan hebben. Maar er ontstaan natuurlijk ook zorgen op het moment dat we zien dat machines hele menselijke dingen kunnen gaan doen als mooie kunst produceren. Of prachtige, goedlopende, interessante teksten die ook vaak nog hout snijden. En dan refereer ik even aan de ontwikkelingen van de ChatGPT. En op een of andere manier heeft die ontwikkeling zoveel opgerakeld als het gaat om AI, dat sinds dat ChatGPT een beetje in het nieuws kwam, er echt bijna dagelijks wel weer nieuwsberichten zijn over AI en allerlei toepassingen en mogelijkheden ten voordele, maar ook een aantal zaken waar wij ons vragen stellen over. Hoe zit het dan straks? Gaat de machine de mens voorbij? Wie heeft de controle? Hoe gaan we daarmee om? En inderdaad ook, wie heeft dan de macht over dit soort zaken? En wie vult die dingen in? En is het allemaal zo ver en eerlijk en goed? Dat, in dat licht vanavond dus de lezing van Benny Mols. Zoals ik al zei, hij is wetenschapsjournalist en auteur. Ik heb net begrepen dat hij begonnen is als student natuurkunde. En toen vroeg ik, hoe kom je dan toch bij AI uit? Nou, dat is eigenlijk een beetje een lange weg, maar toen ging hij filosofie studeren. Toen dacht ik al meer van, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En toen kwam hij met name ook bij taal- en psychologie aspecten uit. En van daaruit ook weer bij dit soort zaken als kunstmatige intelligentie en robotica, waar hij graag over is gaan schrijven, waar hij zich steeds meer in is gaan specialiseren. En u ziet hier ook zijn nieuwste boek wat uitgekomen over met de titel ook van de lezing Slimmer Slimst, wat eind mei verschijnt. Dus houd in de gaten. Als u meer wilt lezen, kunt u natuurlijk dat boek aanschaffen. Benny Mols spreekt ongeveer een uur en dan is er nog tijd, een half uur, voor vragen. Ik geef graag het woord aan Benny Mols. Hartelijk dank Rob voor de introductie. Nou, heel fijn om hier inderdaad na 11 jaar weer te staan. Ik vroeg me af, zijn er toevallig mensen in de zaal die in 2012 hier ook zijn geweest bij Turing's Tango? Ik zie één. Oké, hartstikke mooi, hartstikke mooi.
Capturing Stango destijds, het interessante is als ik daar nu op terugkijk, in 2012 begonnen net zo'n beetje de eerste toepassing van kunstmatige intelligentie in het alledaagse leven te komen, maar dat was nog maar heel weinig. En in 11 jaar tijd, zoals Rob ook al zei, is er ongelooflijk veel gebeurd. En dat was de reden voor mij om een nieuw boekje te schrijven over kunstmatige intelligentie, Slim, Slimmer, Slimst. Waarbij je de titel eigenlijk op twee manieren kunt opvatten. Je kunt denken aan de computer die steeds slimmer wordt. En mijn interpretatie is meer dat de mens dankzij AI slimmer, tussen aanhalingstekens, wordt. In ieder geval veel meer kan doen. Als we gaan kijken naar de toepassingen die in de afgelopen zeg maar een decennium in ons leven zijn gekomen, privé, professioneel, het is inmiddels ongelooflijk veel. Ik maak bijna wekelijks of dagelijks eigenlijk wel gebruik van automatisch vertalen. Iedereen die wel eens online winkelt, die maakt gebruik van aanbevelingsmachines die gebruik maken van kunstmatige intelligentie, die van een heleboel data leert. We kunnen praten met onze telefoons, de auto wordt... Ja, kan steeds meer dingen zelf. We zijn nog steeds niet op het punt dat de auto helemaal zelfrijdend is, maar er zitten allerlei functies in die uit de AI komen, die de auto wat slimmer maken. Nou, ik heb een paar, paar koppen van nieuwsberichten gekozen die dit jaar zijn verschenen. En het is echt ongelooflijk veel. Ik kan de radio of tv niet aanzetten of het gaat over kunstmatige intelligentie. Vorige week zette ik wilde klassieke muziek luisteren op BBC 4. En ik zet om 11:30 s'avonds BBC 4 aan. En het ging een uur lang over muziek en kunstmatige intelligentie. Dus je ontkomt er bijna niet aan. En heel veel gaat de afgelopen maanden over die tekstschrijvende machine ChatGPT. Rechtsboven zien we een cover van een Duits boulevardblad. En die hebben een aantal weken geleden hadden die zogenaamd een interview gepubliceerd met Michael Schumacher, de voormalig Formule 1 coureur die een ernstig ski-ongeluk heeft gehad en zelf absoluut niet meer in staat is om een interview te geven. Maar ChatGPT werd gebruikt door dat blad om een fictief interview te maken. En ik geloof dat 1 of 2 weken nadat na die publicatie is de hoofdredacteur naar mijns inziens ook terecht ontslagen. Want dat is iets wat denk ik ethisch gezien niet door de beugel kan. In het midden bovenaan zien we wat ik echt een fantastische cover vind van The Economist. Die had een special van 15 pagina's over AI. En nou ja, die cover drukt op een wonderschone, simpele wijze uit dat AI zowel veel kansen biedt als veel gevaren. En die andere plaatjes daar, dat is eigenlijk allemaal, hebben die te maken met ChatGPT, met regelgeving rondom ChatGPT. Nou, dit is die cover van The Economist en die heb ik gebruikt om even stil te staan bij de vraag wat kunstmatige intelligentie, AI, wat dat precies is. Dat vakgebied dat bestaat sinds 1956. De term artificial intelligence is ook in 1956 voor het eerst geïntroduceerd. Toen vond de eerste kleine conferentie plaats en dat is eigenlijk de geboorte van het vakgebied. Maar sindsdien zijn talloze definities gegeven van wat kunstmatige intelligentie is. Men is dat er eigenlijk niet precies over eens, maar de definitie die ik graag gebruik is van een pionier die heet Marvin Minsky. En Minsky zei, kunstmatige intelligentie is eigenlijk ja, de wetenschap van het maken van machines die dingen doen die intelligentie vereisen wanneer mensen ze zouden doen. Dus wij mensen kunnen de omgeving waarnemen, we kunnen het gezicht van vriend of vriendin herkennen, daar hebben we intelligentie voor nodig. Nou, als een machine ook zoiets kan, dan kunnen we zeggen dat die machine intelligent is. Het allereerste AI-programmaatje, dat dateert ook van dat jaar 1956. En dat programmaatje dat kon destijds een flink aantal stellingen bewijzen van een beroemd wiskundig boek uit het begin van de 20e eeuw, de Principia Mathematica. En door te redeneren met symbolen, door te formaliseren hoe die machine zou moeten denken, kon dat eerste AI-programmaatje iets van 38 stellingen bewijzen. En die aanpak van logisch redeneren met symbolen, dat noemen we ook wel machinaal redeneren, dat was de aanpak die in eerste instantie populair was, gekozen was, waar men eigenlijk de toekomst in zag.
Van 1956 gaan we in mijn korte historisch overzicht naar ruim 10 jaar later, 1969. Toen kwamen de eerste AI-programmaatjes die kwamen terecht in robots. En ik heb een kort filmpje van de allereerste robot die zelfstandig kon rondrijden en objecten kon ontwijken. En een beetje de voorloper is van, nou ja, wat we nu aan zelfrijdende auto zien. Shaky heette die. Shaky was the world's first mobile intelligent robot, embodying numerous breakthroughs in artificial intelligence, robotics, computer vision, navigation, and other research areas. The robot was developed from 1966 to 1972 by SRI International, then called Stanford Research Institute. And its legacy and impact are still very much alive today. Shaky is really the great-grandfather of things like self-driving cars and even military drones. The hardware was really pretty primitive, but the software architecture and the software algorithms are what changed the world. Nou, dat was 1969 en dan ga ik in een paar grote sprongen vooruit in de geschiedenis van de kunstmatige intelligentie. Ik heb er een paar dingen uitgepikt, er valt veel meer te zeggen, maar ik heb gekozen voor deze hoogtepunten. In 1997 bouwde IBM een supercomputer, Deep Blue genaamd, en die nam het op tegen de toenmalige wereldkampioen schaken Garry Kasparov. En het was een match over 5 partijen. En Deep Blue won met 3-2. En dat was denk ik het eerste moment dat ook bij het brede publiek begon door te dringen dat machines ja, op bepaalde terreinen heel goed en beter kunnen presteren dan mensen dat kunnen. Schaken is heel lang beschouwd als een beetje het toppunt van menselijke intelligentie. En eigenlijk op het moment dat machines beter begonnen te worden dan mensen, realiseerden veel onderzoekers zich, ja, misschien is schaken helemaal niet zo bijzonder. Misschien is het rondlopen en het ontwijken van objecten veel moeilijker. En dat is het ook voor machines. Vaak zie je dat dingen die voor computers heel makkelijk zijn, voor mensen heel moeilijk zijn, bijvoorbeeld schaken. En dat dingen die voor mensen heel makkelijk zijn, gewoon hier rondlopen, mensen herkennen, objecten vermijden, dat voor machines heel erg moeilijk is. Nou, rechtsboven zien we, dat was een jaar of 8 na Deep Blue, voor het eerst dat een auto zonder dat er een persoon in zat, een robotauto, in staat was om een vrij moeilijk parcours af te leggen in de Amerikaanse Mojave-woestijn. En toen dat was gelukt, zette dat een heleboel bedrijven in de richting van de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Weer 6 jaar later, in 2011, kwam IBM met een nieuwe computer, Watson genaamd. En Watson die nam het toen op tegen de 2 beste menselijke spelers aller tijden in een hele moeilijke kennisquiz, die vooral in de Verenigde Staten bekend is, Jeopardy. Hij heeft volgens mij ook een jaar of 1 of 2 ooit in Nederland gedraaid op tv. Ik heb een kort geluidsfragment van die quiz. En de vraag die we horen, die gaat toevallig over een stukje Nederlandse geschiedenis, dus u kunt in uw hoofd meedoen om te kijken of u het net zo goed weet als Watson. After Germany invaded the Netherlands, this queen for family and cabinet fled to London. Hurry up, was the answer? No. Watson, who is Wilhelmina? That is correct. Wilhelmina. Nou, Watson was razend goed, razend snel en verpletterde echt die 2 beste menselijke spelers aller tijden. En IBM had toen het idee van, nou, misschien kunnen we van Watson een soort doktersassistent maken, dat hij in klinische omgevingen net zo goed is in het beantwoorden van vragen, maar dat is veel moeilijker gebleken dan ze toen hadden gedacht. Maar het is nog steeds in ontwikkeling. 2016, volgende hoogtepunt. Een andere computer, ditmaal van het bedrijf DeepMind, wat toen al eigendom was van Google. En die computer die heette AlphaGo en die nam het op tegen de beste Go-speler aller tijden, Lee Sedol. En dat was opnieuw een match over 5 partijen en de computer won dit keer met 4-1. En ik heb zometeen een fragment uit een documentaire van die partij, dus dan zal ik er nog iets meer over zeggen. Maar het laatste hoogtepunt, al even genoemd, ChatGPT werd vorig jaar in november geïntroduceerd. En ik denk dat een beetje een soort iPhone-moment van kunstmatige intelligentie is. In die zin dat
ja, iedereen kan ermee interacteren. Veel mensen die hebben wel eens tekst nodig. Dus heel veel mensen hebben er al kennis mee kunnen maken. Goed, ik wil kort iets zeggen over de twee belangrijkste wetenschappelijke stromingen van de kunstmatige intelligentie. Eentje die heet machinaal redeneren, die had ik al geïntroduceerd. Dat is eigenlijk gebaseerd op logica en op regels volgen. De andere stroming die heet machinaal leren en dat kan op verschillende manieren, maar de manier die het meest bekend is tegenwoordig, die werkt met neurale netwerken. Daar zal ik zo meteen iets over zeggen hoe dat werkt. Als je die twee manieren, machinaal redeneren, machinaal leren, en de manier waarop machines dat doen, als je dat vergelijkt met het menselijk brein. Dit is een plaatje van Nobelprijswinnaar economie, iemand die eigenlijk psycholoog is, Daniel Kahneman. En die heeft in zijn boek uitgelegd dat zo'n beetje 95% van wat wij mensen met ons brein doen, dat zijn hele automatische, snelle processen. Dus wanneer ik woon in Amsterdam, wanneer ik in een drukke Kalverstraat rondloop en ik zou, laat ik zeggen, van 20 meter afstand tussen de mensenmenigte een hoofd zien en dat zou mijn moeder zijn, dan zou ik razendsnel weten, hé, dat is mijn moeder. Dat gaat vol automatisch, daar hoeven we niet over na te denken. Nou, dat soort taken zijn, als je het vanuit machineperspectief bekijkt, heel geschikt om op te lossen met dat machinaal leren dat gebaseerd is op neurale netwerken. Terwijl andere taken, als ik boodschappen doe en in mijn hoofd probeer het sommetje op te lossen van wat kost mijn boodschappen bij elkaar, dan moet ik daar heel bewust over nadenken. Dat is heel geschikt voor dat machinaal redeneren, het volgen van logische regels. Nou, beide stromingen die hebben eigenlijk vanaf het begin van die kunstmatige intelligentie hebben die naast elkaar bestaan. Een aantal decennia was machinaal redeneren het meest populair, het meest succesvol. En de laatste 10 jaar is dat verschoven naar dat machinaal leren. En van beide zal ik kort even een paar hoogtepunten vertellen. Dat machinaal redeneren, dat maakt onder andere gebruik van wat we hier in het plaatje links zien. Dat heet een kennisnetwerk. En in dit netwerkje zien we in het midden de Mona Lisa. En dat netwerkje vertelt dan aan de computer, de Mona Lisa is een schilderij, is geschilderd door Leonardo da Vinci, dat schilderij hangt in het Louvre bevindt zich in Parijs. En u kunt zich voorstellen, als je dit soort netwerken aan een computer geeft, dan kan hij daarover redeneren en die kan die nieuwe feiten afleiden die hij eerder nog niet wist. En om een toepassing te geven die veel mensen wel eens hebben gezien. Wanneer je in de Google zoekmachine iets opzoekt, en in dit geval koos ik voor Oekraïne, stel ik tik Oekraïne in mijn zoekmachine, dan zie ik razendsnel, Google geeft een lijst met zoekresultaten, maar rechts staat ook heel vaak een klein kadertje waarin basale informatie over jouw zoekterm staat. Dus in dit geval krijg je een aantal eenvoudige feiten over Oekraïne te zien. En de manier waarop Google dat doet, is door gebruik te maken van dit soort kennisnetwerken en van dat machinaal redeneren. Zo'n beetje rond 2006 zag je het al een beetje verschuiven dat andere aanpakken succesvoller werden. En dat zagen we voor het eerst bij machinaal vertalen. In het begin, decennia lang, is dat eigenlijk geprobeerd door te bedenken van oké, hoe vertaal je van de ene naar de andere taal? Je hebt een woordenboek nodig, je hebt een grammaticalijst nodig. En als je dat combineert, dan kun je heel goed vertalen. Maar dat bleek helemaal niet zo goed te werken als men had verwacht. Toen, zo rond die begin jaren 2000 ging men, toen waren er al heel veel vertalingen online beschikbaar, dus heel veel data. Daar ging men statistische methoden op loslaten. Google ging dat doen, toepassing Google Translate. En dat bleek al snel succesvoller te zijn dan alleen maar gebruik te maken van woordenboeken en grammatica-lijsten. En nog weer wat later ging Google over op het gebruiken van neurale netwerken bij hun vertalingen. En inmiddels is automatisch vertalen tussen de meest veel voorkomende talen, meest veel gebruikte talen, daar is echt ongelooflijk goed. Ik moet zelf heel vaak tussen Nederlands-Engels, Engels-Nederlands vertalen.
En wat ik heel vaak doe is, ik gooi mijn eigen artikel in Google Translate, ik krijg binnen een seconde een vertaling en dan ga ik het corrigeren. Er zitten nog altijd fouten in, maar het corrigeren van wat Google mij voorschotelt kost mij veel minder tijd dan wanneer ik alles zelf van begin af aan zou moeten vertalen. Nou, in 2011 was dat vertalen nog heel amateuristisch. Dit is een cartoon uit NRC van Fokke en Sukke die aangaven nou ja, hoe slecht het automatisch vertalen op dat moment nog was. Maar inmiddels, 10 jaar later, ik weet dat ook professionele vertalers er vaak gebruik van maken om een soort eerste indruk te krijgen. Nou, dan dat machinaal leren, wat eigenlijk de afgelopen 10 jaar heel succesvol is geworden. Het idee is ontstaan door te denken, oké, wat is het meest intelligente wat we op aarde kennen? De mens, hoe werkt het menselijk brein? Ons brein bestaat uit iets van 100 miljard neuronen. Elk neuron is verbonden met zo'n beetje 10.000 andere neuronen. Kunnen we dat niet in een computer modelleren? Nou, dat is eigenlijk al heel vroeg in de kunstmatige intelligentie geprobeerd, maar in de jaren 50, 60 was er veel te weinig computerkracht om dat voor elkaar te krijgen. Nou, inmiddels is die computerkracht er wel, de data zijn er en de netwerken kunnen nu veel groter worden. Nou, het plaatje rechts, dat is een simpele uitleg hoe zo'n neuraal netwerk op een computer werkt. En het idee is, stel, we willen een neuraal netwerk trainen om afbeeldingen van dieren te herkennen. Dan maken we een neuraal netwerk dat uit een aantal lagen bestaat. En we zorgen ervoor dat elke laag een specialisme heeft. En de lagen die het meest diep liggen, die herkennen hele simpele kenmerken. Bijvoorbeeld een licht-donker overgang. Of een overgang, de laag kan bijvoorbeeld zeggen, dit is een scherpe rand of dit is een minder scherpe rand. En hoe meer je naar boven gaat, hoe meer abstracte kenmerken zo'n laag kan detecteren. Dus een laag die iets hoger ligt, die kan bijvoorbeeld zeggen van dit is een neus van een dier of dit is een poot van een dier. En de bovenste laag die kan dan uiteindelijk zeggen van nou, voor 90% zeker zie ik op dit plaatje een hond en voor 10% zou het ook een wolf kunnen zijn. Dat is bijna altijd wat die neurale netwerken doen. Die geven een bepaalde waarschijnlijkheid van wat ze denken te herkennen. En als de waarschijnlijkheid groter is dan iets wat je van tevoren ingeeft, dan zegt het netwerk, dit is een hond. Nou, het eerste grote succes van dit soort neurale netwerken, dat was in 2012, precies, dat was een paar maanden voordat mijn boek Turing's Tango werd gepubliceerd. En al heel snel zagen mensen dat heel veel mogelijkheden bood. Een aantal jaren lang was er een competitie georganiseerd voor AI-programma's om foto's van een label te voorzien. En elk jaar presteerden die programma's ietsje beter. Maar van 2011 naar 2012 deed het winnende programma ten eens 10% beter. En dat kwam omdat het uit veel meer lagen bestond, meer neuronen bevatte, slimmere algoritmen. Daardoor kon die doorbraak plaatsvinden. En al heel snel zagen mensen dat dit werkt niet alleen voor plaatjes herkennen, dit werkt ook heel goed voor spraakherkenning. En inmiddels weten we dat als je maar genoeg data hebt van een of ander fenomeen, dan kunnen neurale netwerken met de huidige aantallen neuronen, de huidige aantallen lagen, kunnen daar heel goed op getraind worden en van leren. Nee, het vervolg van dit was een beetje een introductie, wat is kunstmatige intelligentie, hoe zit dat wetenschappelijk gezien een beetje in elkaar. Wat ik nu wil doen is gaan kijken van waarin is AI nou beter dan mensen. Vervolgens wil ik gaan kijken van waarin zijn mensen nog steeds veel beter dan machines. En tot slot wil ik gaan kijken van hoe kunnen we nou zorgen voor een goede samenwerking tussen die dingen die computers goed kunnen, AI goed kan, en die dingen die mensen nog steeds beter kunnen. Nou, eerst even, waarin is AI beter dan mensen? En ik wil gaan kijken naar een filmpje van, ik denk een minuut of 3, 4, uit de Go-match tussen de AlphaGo-computer en Lee Sedol. Ik zei al, dat was een match over 5 partijen en we gaan kijken naar specifiek 1 zet uit de tweede partij. De eerste partij die was gewonnen door de computer en iedereen dacht toen nog van oké, misschien moet Lee Sedol, die menselijke speler, nog een beetje wennen aan de speelstijl van de computer, dus dat komt wel goed in de tweede partij. We gaan kijken naar zet 37 in de tweede partij, dat was een hele bijzondere zet, ik ga het nog niet verklappen.
Er is geen ondertiteling bij, dus voor de mensen die niet zo heel goed thuis zijn in het Engels, zal ik aan het eind nog wel even samenvatten wat er hier wordt gezegd. We gaan eerst even kijken. So, Akia, see, Akia plays the move 37, and Akia puts the song in the board. Oh, Chumar. Chumar is so bad. Oh, that's a very surprising move. I thought that was a mistake. When I see this move, for me, it's just the big shock. What? Normally human we have to this one because it's bad. It's just bad. Do you know why? It's bad. But it's a little high. Yeah. It's line. Normally you don't make a sort of here on the fifth line. So kind of on top of a fourth line song is thoroughly unusual. Yeah, that's an exciting move. Mm-hmm. I think we're seeing the original move here. That's the kind of move that you play go for. Okay. I was expecting that. I don't really know if it's a good or a bad move at this point. The professional commentators almost unanimously said that not a single female player would have chosen to be 37. So I actually had to poke around in AlphaGo to see what AlphaGo thought. And AlphaGo actually agreed with that assessment. AlphaGo said there was a 1 in 10,000 probability that move 37 would have been played by a human player. So it knew that this was an extremely unlikely move. It went beyond its human guide, and it came up with something new and creative and different. I'm very much watching the game through these commentators. That's the way it works. So when they're confused, I'm certainly confused. At the same time, I'm latching on to the fact that they are confused, right? That is an interesting moment. When everyone else is confused, who's not confused? Zometeen even let op de gezichtsuitdrukking van Lee Sedol die nu terug naar het bord gaat. Hij gaat 12 minuten nadenken over deze set, wat heel lang is voor hem. Ik speel zelf geen Go, dus ik kan de waarde daarvan niet inschatten, maar ik heb het toen wel live zitten bekijken met commentaar erbij. En alle menselijke experts zeiden dat die Z37 van de computer een hele slechte zet was. Mensen zouden die nooit spelen. En achteraf is inderdaad gebleken dat AlphaGo die zag, in de analyse die AlphaGo had gemaakt, zag hij dat
er was maar een kans van 1 op 10.000 dat mensen dit zouden spelen. Maar die machine zag ook dat die 50 tot 60 setten later heel veel voordeel zou krijgen. En dat gebeurde ook. Dus ook die tweede partij werd gewonnen door de computer. En alle experts hebben achteraf gezegd dat die Z37 het Go-spel definitief heeft veranderd. En dat AlphaGo een patroon heeft gevonden wat mensen in de eeuwenlange traditie van het Go-spel nog nooit hadden gezien. Dus dit is een voordeel van een computer, dat hij soms patronen kan ontdekken die te subtiel zijn voor het menselijk brein. Dus een van de voordelen van AI is dat een heleboel ingebakken menselijke vooroordelen, die zitten niet in die computer. Er is een lijst van ongeveer 150 cognitieve vooroordelen waar ons brein last van heeft. En dat is simpelweg omdat wij in de evolutie vaak heel snel beslissingen moeten nemen. En vaak gaat dat goed, statistisch gezien, maar soms ook niet. Nou, hier staat een van die vooroordelen, heb ik eruit uitgelegd, het bevestigingsvooroordeel. Het komt heel vaak voor dat wij als mensen zoeken naar informatie die onze eigen overtuiging bevestigt. Dat zag je bijvoorbeeld in de coronaperiode, toen mensen die tegen vaccinatie waren precies gingen zoeken naar informatie waarvan ze dachten dat het hun intuïtie zou bevestigen. Dus dat is iets dat vaak voorkomt bij mensen en waar in principe AI-machines geen last van hebben. Nou, dit is een voorbeeld van dingen die makkelijk bij mensen misgaan. We zien links op dat plaatje van een paar jaar geleden was in het nieuws dat er nog steeds heel veel mensen overlijden bij een auto-ongeluk omdat ze geen gordel dragen. Rechts een nieuwsbericht van een paar jaar geleden dat er nog steeds heel veel discriminatie bij sollicitaties voorkomt. En het is vaak heel erg moeilijk voor mensen om van dat soort ingebakken cognitieve vooroordelen af te komen. Dus waarin is AI beter dan mensen? Het kan patronen herkennen die vaak te subtiel zijn voor het menselijk brein, het menselijk oog. Dat zullen we ook nog wel zien bij medische scans, waar we daar heel veel profijt van kunnen hebben. Machines kunnen heel consistent beslissingen nemen, terwijl we bijvoorbeeld weten van menselijke rechters, wanneer je die precies dezelfde casus geeft, dat ze soms hele uiteenlopende beslissingen nemen. Nou, dat is bij machines niet het geval. Uiteraard heeft zo'n computer een enorme rekensnelheid, een bijna oneindig groot geheugen, kun je er heel veel data in stoppen. En algoritmen worden in de loop van de tijd beter, terwijl de evolutie van het menselijk brein natuurlijk heel traag verloopt. Aan de andere kant zijn er nog steeds een heleboel dingen waarin het menselijk brein echt beter is. En daarvoor wil ik gaan kijken naar dit filmpje. Dit is eigenlijk een psychologisch experiment om te onderzoeken welke mate van altruïsme kleine kinderen hebben. Maar ik gebruik het heel graag om te laten zien. Dit kindje, dit is 1,5 jaar oud en dat heeft die hele situatie nog nooit gezien. En dat begrijpt wat die man wil, dat begrijpt waar een stapel papier voor zou kunnen dienen, dat begrijpt wat een kast is, dat er planken in liggen, dat je daar iets op kunt leggen. En het kan zelfs via zijn lichaamstaal nog communiceren met die man. Hij opent de deuren en dan zie je hem omhoog kijken. En dat vergt ongelooflijk veel achtergrondkennis, kennis van de wereld, wat zo'n kindje van 18 maanden al heeft. En er is geen enkele robot, geen enkel AI-systeem wat het gezonde verstand heeft wat dit kleine kindje van 1,5 jaar al heeft. Nou ja, menselijk leren, wij doen er natuurlijk ook heel lang over. Het begint met het waarnemen van de omgeving, dan leren we een beetje praten en uiteindelijk leren we de redeneren over abstracte zaken. Dus wij doen er behoorlijk lang over, maar
AI-systemen, als het gaat bijvoorbeeld om waarneming of het gezonde verstand van wat dat kleine kindje al heeft, zit misschien op het niveau van 1 jaar of zo. Terwijl als het gaat om dat redeneren, die AI-systemen al op een veel hogere leeftijd in het plaatje zouden uitkomen. Nou, ik heb iets verteld over dat machines in principe geen last hebben van een heleboel vooroordelen die in ons brein zitten. Maar we weten natuurlijk ook wel uit allerlei nieuwsberichten dat ook AI allerlei vooroordelen kan hebben. En dat wil ik illustreren met twee nieuwsberichten. Eentje, dat was een nieuwsbericht van 2015. Je hebt een AI-toepassing die heet Google Photos en die kan labeltjes geven aan foto's. En wat er toen misging, zien we daar in dat middelste plaatje beneden een foto van een gekleurd stel en Google gaf daar het label gorilla's aan. Een afschuwelijke fout en je zou misschien denken, oké, 2015, inmiddels hebben ze dat wel opgelost. Nou, niet helemaal. Rechts zien we een nieuwsbericht van 2020, het was de COVID-periode, veel tentamens gingen online. En er was een gekleurde student van een vrije universiteit die wilde inloggen in het tentamensysteem. En ze kwam erachter dat het telkens kon zij niet inloggen, omdat het systeem haar gewoon niet bleek te herkennen vanwege haar donkere huidskleur. Dus het is iets wat... Wat je vaak ziet is dat dit soort systemen, zeker in de Amerikaanse markt, worden snel geïntroduceerd, onvoldoende getraind op data die rijk genoeg zijn van mensen met verschillende afkomsten. En dan krijg je helaas soms dit soort fouten. Dus ook AI-systemen kunnen op hun eigen wijze last hebben van vooroordelen, bias, discriminatie. Dat zien we ook in dit voorbeeld. Een AI-systeem kan in principe heel goed herkennen dat links, dat we daar een plaatje van een banaan zien. En zelfs wanneer je daar een sticker naast legt met een broodrooster erop, dan zegt het systeem nog steeds, dit is een banaan. Maar wat gebeurt er wanneer we een beetje een hele rare sticker naast die banaan leggen? Dan gaat het systeem ineens zeggen, hey, dit is geen banaan meer, dit is een broodrooster. Hele rare fout. Geen kind zou die fout maken. Dus dat zie je wel vaker bij dat soort systemen, dat ze hele rare fouten kunnen maken. Nu is dit niet zo heel erg, maar er zijn ook voorbeelden van mensen die op een stopbord een aantal stickers plakten en dan gingen kijken hoe ziet een zelfrijdende auto dat stopbord en dat stopbord werd niet meer herkend. Dus je kunt AI-systemen vaak foppen. Het laatste verschil tussen AI en mens dat ik zou willen noemen en iets waar de mens echt veel beter in is, dat heeft te maken met energieverbruik. Ons menselijk brein verbruikt iets van 20 watt aan energie, een klein klassiek gloeilampje. En rechts zien we de nationale supercomputer die in 2021 in Amsterdam is geïnstalleerd en toen werd geopend door koningin Maxima. Nou, dat is een machine die verbruikt 1 megawatt aan energie. En die kan die alleen maar hele ingewikkelde sommetjes oplossen. Nou, 1 megawatt aan energie, dat is iets van 50.000 keer het verbruik van het menselijk brein en ongeveer het verbruik van 2700 Nederlandse huishoudens. Dus ons brein is waanzinnig energie-efficiënt en kan er een heleboel verschillende dingen mee doen. Nou, dit plaatje laat zien wat de CO2-emissie is wanneer we die hele grote taalmodellen, zoals die ChatGPT, wanneer we die gaan trainen. En dat is echt gigantisch. Links, helemaal links zien we een klein horizontaal balkje. Dat is de CO2-uitstoot wanneer 1 passagier van New York naar San Francisco vliegt. En dat komt dan in dit plaatje op 1 uit. Naar rechts zien we het model GPT-3. Dat is alweer van 2 jaar geleden. En dat verbruikt 500, of dat stoot 500 keer zoveel CO2 uit. Nou, de training van het laatste hele grote taalmodel, GPT-4, dat kostte $100 miljoen. En dat kostte 30 gigawattuur aan energie. Wat het jaarlijkse elektriciteitsverbruik is van 10.000 Nederlandse tweepersoonshuishoudens. Dus die taalmodellen kunnen fantastische dingen doen, maar de energie, het energieverbruik en de CO2-uitstoot zijn ook ongelooflijk groot. En dit gaat alleen nog maar over het trainen. Vervolgens wil je het ook nog gebruiken en ook dat kost natuurlijk energie.
Nou, waarin zijn mensen dan nog steeds veel beter dan AI-systemen? Gezond verstand, dat zagen we in het voorbeeld van dat kleine jongetje. Een soort kennis van de wereld die wij als spelende, aldoende leren. En dat eigenlijk niemand ons expliciet heeft verteld. Dus wanneer ik bijvoorbeeld een glas water in mijn handen neem en ik zou het hier laten vallen, dan weet iedereen, nou, die vloer is hard, waarschijnlijk gaat het glas breken en het water stroomt weg. Dat is kennis die we heel veel gebruiken, heel veel nodig hebben, maar die niemand ons expliciet heeft verteld en die voor machines ongelooflijk moeilijk is. Mensen kunnen van heel weinig data leren. Een babytje dat geboren wordt kan na een aantal keren vader of moeder te hebben gezien, vader of moeder herkennen, terwijl al die AI-systemen honderdduizenden voorbeelden nodig hebben. Mensen kunnen vaak iets wat ze in de ene situatie hebben geleerd, in de andere situatie of een andere soort uitdaging toepassen. Wij mensen kunnen heel goed over oorzaak en gevolg redeneren. En dat is nog steeds een hele grote uitdaging voor AI-systemen, hoe ze dat zouden moeten doen. Nou, ik heb er nog meer verschillen opgeschreven. Abstraheren, generaliseren, uiteraard ook samenwerken. Want wij zijn vaak heel erg gefocust op één machine. Maar als je kijkt hoe mensen hele grote problemen oplossen, of dat nou in de politiek of de wetenschap is, dat is altijd zijn dat samenwerkingsverbanden. En machines die met elkaar kunnen samenwerken, nou, dat staat ook nog maar in de kinderschoenen. Goed, de lijst is langer, maar ik ga ze niet allemaal langslopen. Het belangrijkste verschil is misschien nog wel dit. Mensen hebben een leven en AI heeft dat niet. Dus maak daar gebruik van en daar kunnen mensen echt het verschil maken met kunstmatige intelligentie. Wanneer we te veel aan AI-systemen overlaten, dan kan er natuurlijk ook het een en ander misgaan. En dat wil ik illustreren met dit filmpje. We gaan eerst even kijken, daarna zal ik er nog iets over vertellen. On the 7th of October 2008, a Qantas plane flying from Singapore to Perth declared a mayday to air traffic control. When it made an emergency landing at a small airport on the West Australian coast, it had on board more than 100 injured passengers and crew. They had broken bones, lacerations and spinal injuries, while compartment doors had been ripped from hinges and passengers' belongings were strewn throughout the cabin. Less than an hour earlier, passengers with and without their seatbelts on had impacted the cabin ceiling when the plane had twice dropped several hundred feet without warning. Some loss of flights, the plane being thrown around in the air and the screams of those around you. For Qantas, which boasted an unparalleled flight safety record, this was completely out of the ordinary. The media was quick to blame the accident on clear air turbulence, but what really happened to the plane was something far more disturbing. QF-72 was an Airbus A330 plane that was just 1.5 hours from its destination when all hell broke loose. The flight's captain, Kevin Sullivan, was a former US Navy fighter pilot. At the time of the accident, he had over 13,000 flying hours in his logbook. When I returned to the flight deck, I knew that we were flying at 37,000 feet. The body angle was 2 degrees above the horizon. The flight control computers, however, we were flying 50 degrees on an angle and overseeing at the same time. And I know it's pretty impossible. It says that's where we're flying like this, I must protect the airplane. So it pitched the nose down, it went from plus 2 to minus 8.4 in less than a second. Look at the tail zoom. If you're back there, you're going to feel the force. What Captain Sullivan was coming up against was a change in how airplanes have been made in the last 30 years. Traditional jumbo jets, such as the Boeing 747, are controlled by the pilot through mechanical connections to the hydraulic system, which move the flight control surfaces, that is, the rudder, the elevator, and the ailerons. But the Airbus A330 is what's known as a fly-by-wire system, where there is no such manual control. Instead, the pilot's controls make requests of a computer, which sends electronic signals in order to move the flight controls. Fly-by-wire planes are lighter and more fuel efficient. They're also capable of executing faster and more precise movements than humans, and they reduce the chance of pilot error by preventing the plane from exceeding certain limits, known as the flight envelope.
It is the flight computer's protection modes that prevent the aircraft from exceeding the flight envelope. And when they became active, they blocked Captain Sullivan's attempts to stop the computer's command. It's like 2001 Space Odyssey. How? Well, then, I'm sorry. I can't let you do that. I say, don't push the airplane down. I'm pulling back on the stick. The computer's saying, I'm sorry. I'm sorry, Dave. I'm not going to let you do that. But the fact is that fly-by-wire planes have actually made air travel much safer. In the past decade, the number of commercial passenger flights has surged, while the number of fatalities in plane accidents has fallen. But in the case of Flight 272, the manufacturer's design prevented the pilot from overriding the computer's control. In the A330 course, you're taught, we must interact, you can interact with the plane. It's great, and when it works, it's great. But when it doesn't work, you're in the dark. An investigation by the Australian Transport Safety Bureau found that one air data computer was sending incorrect body angle and speed information to the three primary flight control computers, which reacted to the data by forcing the plane to pitch down. The flight maintenance log revealed that 10 simultaneous faults had occurred during the accident, and most of these had been hidden from the pilots. The hierarchy of this particular airplane is that the computer is number one and the pilot is number two. If they, for example, decide that you're overspeeding solidly and they're going to protect you, there's no right to veto that. But for Captain Sullivan, there's a bigger question left to be answered, and it's not just about the computers on board Flight 072. As we start to trust computers with delivering our goods and even driving our cars, just what level of control should we keep for ourselves? I've never, even in all the extreme flying I did in the military, did I ever say to myself, hey, you're in trouble. Those are very profound words for a pilot to admit to himself, as I did, and said, yeah, I'm going to have to, I'm in a knife fight with this airplane, and only one person's going to win, or one computer's going to win. Nou, uiteindelijk bleek dit zeer ernstige probleem te zijn veroorzaakt door 10 softwarefouten die tegelijk optraden in het vliegtuig. En het was zo ontworpen dat de menselijke piloot er onvoldoende meer controle over kon hebben. Nou, om eerlijk te zijn, dit was klassieke automatisering. Dit was nog geen AI, maar dit laat wel zien waarom de hele luchtvaartindustrie heel huiverig is om enige vorm van zelflerende AI in vliegtuigen te stoppen. Want je hebt daar veel te weinig controle over, veel te weinig idee wat daar gebeurt. En het illustreert een fenomeen dat psychologen ook wel de paradox van de automatisering hebben genoemd. En dat betekent dat hoe meer wij systemen automatiseren, hoe belangrijker de mens wordt wanneer die machine toch een fout maakt. En die kans die is er altijd, want je hebt nooit 100% controle inzicht in een machine. En dat wordt ook geïllustreerd door dit ongeluk dat in 2018 plaatsvond met een model 10 van Tesla. Dat was een Amerikaan die reed in die auto, die had hem op de volledig zelfrijdende modus gezet. Hij reed gewoon over een snelweg. Die twee weghelften van die snelweg die waren gescheiden door een betonnen muur. Er was geen enkele reden waarom die auto van baan zou veranderen. Maar op een gegeven moment knalde die auto gewoon. Hij draaide naar links, knalde op die betonnen muur. En die inzittende, die overleed. En natuurlijk is het een uitzondering, maar die paradox van automatisering laat wel zien waar we tegenaan kunnen lopen wanneer we steeds meer van dat soort AI-systemen, ook in kritische systemen, toelaten. Systemen die ja, uiteindelijk, als het misgaat, tot de dood kunnen leiden. Dus een belangrijke vraag is, hoe kunnen we nou voor een hele goede samenwerking zorgen? We hebben gezien waarin die AI-systemen beter zijn dan mensen. We hebben gezien waarin mensen beter zijn dan AI-systemen. En voor een heleboel toepassingen, niet voor alle, maar voor een heleboel toepassingen is die samenwerking cruciaal. En in 2017 interviewde ik voor NRC Handelsblad Garry Kasparov in Amsterdam. Die had toen zelf een boek over kunstmatige intelligentie geschreven en zijn match tegen die Deep Blue schaakcomputer. En hij zei toen, dat vond ik wel een mooie uitspraak, hij zei van kleine beetjes menselijkheid die kunnen een heleboel systemen al een heel groot verschil maken. Dus bijvoorbeeld automatisch vertalen, die systemen zijn heel erg goed, maar nog steeds moet je als mens hier en daar
wat dingen corrigeren. En nou ja, voor een heleboel systemen geldt zoiets. Ik heb een aantal van die samenwerkingen uitgepikt. Zo rond 2015 zeiden sommige AI-wetenschappers, nou, binnen een paar jaar dan kunnen we radiologie, de diagnose van allerlei scans, kunnen we helemaal overlaten aan een computer. En dat blijkt toch niet het geval te zijn. Daar heb ik een aantal experimenten van uitgelicht. 2016 detectie van borstkanker. Wanneer je de dokter laat samenwerken met het AI-systeem, dan krijg je een veel betere prestatie, veel minder fouten dan wanneer je of de computer of de dokter alleen de beslissing laat nemen. Dan zou je zeggen, oké, 2016 inmiddels allemaal veel beter. Nou, het tweede voorbeeld van 2020, detectie van huidkanker. De arts die samenwerkt met een AI-systeem, die doet het 13% beter dan de dokter alleen en ook beter dan het AI-systeem alleen. Ik heb hier een quote van radioloog Curtis Langlotz, die echt een autoriteit is op dit gebied. En die zei van, het is niet zo dat AI-systemen menselijke radiologen gaan vervangen, maar radiologen die AI-systemen gebruiken, die vervangen radiologen die dat niet willen doen. Juist omdat die combinatie veel krachtiger is. En ook dit is iets wat je in veel domeinen en zeker in het medische domein heel vaak ziet. Er zijn voor hele simpele diagnoses kun je het helemaal aan AI overlaten, maar voor een heleboel diagnoses is het helemaal niet zo simpel en is juist die samenwerking veel beter. Hetzelfde als het gaat om de intensive care. Dit gaat over een experiment dat gedaan is in Amsterdam in het OLVG ziekenhuis. Het blijkt dat het voor artsen vaak heel moeilijk is om te bepalen van wanneer is een patiënt fit genoeg om de intensive care te verlaten. Dus toen bedacht, nou, kunnen we niet een AI-systeem trainen op allerlei gegevens over bloeddruk, temperatuur, ademhaling, nierfuncties. En inderdaad, wanneer je het AI-systeem laat samenwerken met de arts of de arts met het AI-systeem, dan bleek je de lichtduur van IC-patiënten met 4% te kunnen verkorten en ook een 14% kleinere kans te krijgen op heropname. Nou, laatste voorbeeld, het was, ik meen 1 of 2 weken geleden bij Eén Vandaag op televisie, ging het over de vraag, kan ChatGPT de huisarts vervangen? Nou nee, dat kan hij niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat in de toekomst ook een huisarts met dat soort systemen zou kunnen samenwerken. Of dat je het simpele, ja, laten we zeggen voor de allereerste inzichten wat je zou kunnen mankeren, dat je daar online gebruik zou kunnen maken van een ChatGPT-achtig systeem. Maar voor bijna alle toepassingen die vrij kritiek zijn, is die samenwerking veel beter dan wanneer je AI-systemen laat beslissen. Nou, laatste illustratie van hoe AI-systemen samen met mensen moeilijke, betekenisvolle problemen kunnen oplossen. Dat is dit. Het is eigenlijk een heel klein project wat begonnen is door één Amerikaanse software-ingenieur. En het gaat over het herkennen van mensen op oude foto's van tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Holocaust. Een filmpje van ongeveer 4 minuten. Dan gaan we even kijken hoe AI-systemen ook hele voor mensen zeer betekenisvolle problemen kunnen oplossen of helpen bij het oplossen daarvan. As soon as my aunt heard the news, she knew that she has to hide me. Blanche Fixler was a child in Poland when the Nazis came looking for her. She put me in bed and Germans came and they looked every little place, they looked in every corner, they even tapped on the bed. So I felt them tapping on the bed. And I said, you better not breathe or sneeze or anything, or you'll be dead. Blanche's mother and her siblings were murdered. But thanks to her aunt Rose, who hit her, Blanche incredibly, miraculously survived the Holocaust. Today, she has few photos from her childhood. Many pictures from the 1930s and 1940s do survive, though, and hundreds are on display here in the Museum of Jewish Heritage in New York City. But just like many other museums devoted to Jewish heritage, a lot of the people in the photos here are unnamed. Here, 3 men are being deported to a concentration camp. Perhaps they don't know where they're going. We don't know. The museum says they don't know who they are or what happened to them. It's a common story.
We don't have the names for everybody. That's, you know, part of the problem. I can't stress enough how important these photos are of individuals. We all know the figure, you know, 6 million Jews were killed, but it's really one person 6 million times. Every person has a name, every person has a face. But as members of that community have died, so too has the ability to directly identify others in archival photos. Software engineer Daniel Patz has been working to help solve this problem using artificial intelligence. He calls the project From Numbers to Names. The way it works is that, let's say, for example, you have a picture of your family, you have a picture of them from before, and you upload it, and we scan through hundreds of thousands of photos, millions of faces in seconds to find the photos that have the most likely chance of being of your own family member. His algorithm has scanned hundreds of thousands of pictures. Using facial recognition technology, his program links faces. A single picture of one person whose name we know can help identify that same person in another photo where we don't. So what we're looking at here on the left, this is a photo of Bernie Werner, whose name is Lynch Trixler. So I uploaded this photo on the left, and it actually identifies all the faces in the photo, but Lynch is the one who's in the bottom left here. And so now looking through the search results, of course this is the original, but then there's this photo, and if I click on it, it'll actually zoom into where Lynch might be. This is not a photo that, to the best of our knowledge, Lynch has ever seen before, and to the best of our knowledge, the museum is not aware that Blanche is actually here in the bottom row. But the algorithm only gives probabilities of matches. So today, Dan is going to meet Blanche to see whether the picture he found taken in France is really her. Hi, nice to meet you. So here we go. This is a picture that I found of you. This picture, I don't know if you've seen this before. Is this That's me, yeah. The one that's there? Yes. Yeah, you can tell? Yeah, that's me, yeah, for sure. I'll zoom in and see if you can get a closer look. Uh-huh. Oh, some of these guys I remember. One was my great boyfriend. And in the picture, her aunt Rose, the aunt that saved her. And here's my aunt, Rose. And oh, wow. Wow, so I think to the best of my knowledge, there's only 3 people in this group that have been identified so far. There are hundreds of thousands of people murdered by the Nazis for which there are pictures but no names. Scott Miller is not part of the Numbers to Names project, but says at least trying to identify victims, even 80 years later, is vital. It's so important to identify these photos because by focusing in on, you know, on photos and being able to, even just to name somebody, to give somebody a name, you're restoring some semblance of dignity to them, some comfort to their family, and it's a form of memorial for the entire Jewish community. For Blanche, the pictures bring back memories, a song that she learned in her brief time in France. Quand j'étais mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Quand j'étais mademoiselle, mademoiselle, et comme si, et comme ça, et comme si, et comme ça, et comme si, et comme ça, et comme si, comme ça. Dat vind ik een prachtig project, From Numbers to Names, waarbij je dus een foto kunt uploaden van iemand die je kent, iemand die je leeft, iemand die nog niet leeft, die in die tijd heeft geleefd. En dan gaat het AI-systeem gaat in honderdduizenden andere foto's zoeken of datzelfde gezicht daar ook in voorkomt. En bij deze mevrouw en bij vele anderen is dat inderdaad ook gelukt. En dat is iets wat mensen, die kunnen nooit zulke grote aantallen foto's doorzoeken. Die samenwerking tussen mens en kunstmatige intelligentie, die begint ook in de wetenschap zelf resultaten te boeken. AI is natuurlijk iets wat uit de wetenschap voorkomt, maar inmiddels wordt ook in de wetenschap zelf volop van AI gebruik gemaakt. En dit zijn een aantal voorbeelden. Links zien we een fundamenteel probleem in de biologie dat min of meer is opgelost door AI-systemen. En dat probleem, dat heeft te maken met eiwitten, de belangrijke bouwstenen van elk biologisch wezen, van elke cel.
En het biologische probleem is dat de manier waarop een eiwit gevouwen is, is heel belangrijk voor zijn functioneren. Wanneer het verkeerd gevouwen is, kan het tot allerlei ziektes aanleiding geven. Dus biologen wilden decennia lang heel graag weten van, stel dat ik de genetische code van zo'n eiwit heb, hoe gaat dat eiwit dan vouwen? Decennia lang moesten daar experimenten voor doen. Dat duurde vele jaren. Soms was één promovendus 4 jaar lang bezig met via een microscoop in beeld te brengen hoe een eiwit vouwt. Nou, in de afgelopen paar jaar heeft eigenlijk een systeem dat voortbouwt op die AlphaGo-machine die Go kan spelen. Die hebben ze doorontwikkeld tot iets wat ze AlphaFold noemen. En wanneer je nu een genetische code van een eiwit aan die machine geeft, dan voorspelt hij binnen 10 tot 20 seconden de eiwitvouwing. En in 95% van de gevallen gaat dat ook goed. En dat is buitengewoon belangrijk om sneller nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Dit is een voorbeeldje uit de natuurkunde. Een maand of 3 geleden heb ik voor NRC Handelsblad een artikel geschreven waarin ik inging op die vraag van in hoeverre kan AI wetenschap bedrijven. En eigenlijk kan AI misschien wel de nieuwe Einstein worden. Nou, dit is een voorbeeldje uit de natuurkunde. Het idee van natuurkundigen is, kunnen we niet een AI-systeem aan een camera koppelen? En dan richten we die camera op een moeilijk natuurkundig fenomeen wat je kunt waarnemen. En dan vragen we aan het AI-systeem, kun je ons niet helpen om in een natuurkundige wet te beschrijven wat daar gebeurt? Nou, dat is voor de meeste problemen nog wat ver gevraagd, maar dit systeem, dat kon voor die dubbele slinger en voor dat vlammetje daar rechtsonder, kon dat aangeven wat belangrijke fysische variabelen zijn. En dat kan al helpen om een bepaald nieuw probleem, om dat beter natuurkundig te begrijpen. Nou, dit waren toepassingen in de wetenschap. Ook de kunsten maken natuurlijk inmiddels volop gebruik van kunstmatige intelligentie. En dit is, ik zal even het stukje muziek aanzetten. Dit is een stukje muziek dat gecomponeerd is in samenwerking tussen mens en kunstmatige intelligentie. Beethoven die heeft 9 symfonieën gecomponeerd, maar hij heeft ook een aantal schetsen, korte schetsen nagelaten voor wat de 10e symfonie had moeten worden. Nou, die schetsen die hebben menselijke componisten gebruikt om samen met een AI-systeem echt een hele nieuwe 10e symfonie te componeren. En die is in oktober 2021 is die ook uitgevoerd. Nou, dit stukje wat je net hoorde, dat lijkt een beetje op een van de bekende symfonieën van Beethoven. Ik weet niet meer precies welke het is. Misschien zijn er mensen in de zaal die... Ja? De vijfde. Ja. Ik zal het nog even laten horen. Nou. En dan heb ik een vraag aan u. Die eerste mate die we daar horen, die doen denken aan de vijfde. Denkt u dat die maten geschreven zijn door Beethoven of door het AI-systeem? Sorry? Nee, Beethoven. Ik dacht precies hetzelfde wat u dacht hoor. Ik dacht van dat AI-systeem heeft gewoon een variatie daarop gemaakt. Maar het was Beethoven, die heeft die maten achtergelaten. Ja. Nou goed, componisten maken er gebruik van. Ik weet van een hele beroemde Franse jazzmuzikant, Bernard Lubin, die heeft zelfs op een podium met een AI-muzieksysteem geïmproviseerd. Dus hij speelde iets, het muzieksysteem kon meteen waarnemen en daarop improviseren. En zo hebben ze samen zelfs een cd gecomponeerd. Nou, dat is muziek. Dan nog iets over ChatGPT-achtige systemen. Eigenlijk, de algemene term is generatieve AI. Het idee is dat je een instructie in woorden geeft aan een machine en dat die machine vervolgens een beeld kan maken of een tekst kan schrijven. Dit is een voorbeeld van dat je Albert Einstein in the style of Van Gogh paint. Er zijn talloze programma's op internet waarmee je kunt experimenteren. En dan kun je dit soort beelden maken.
Dit is een schilderij tussen aanhalingstekens, wat een samenwerking is tussen een Amerikaanse programmeur Jason Allen en het AI-programma Midjourney. En dit schilderij dat won eind vorig jaar de eerste prijs in een kunstcompetitie in Colorado. Die Jason Allen had ingestuurd van dit werk is gemaakt door Jason Allen en Midjourney, maar de juryleden wisten helemaal niet wat Midjourney was. Die hadden geen idee dat het een samenwerking was tussen mens en AI-systeem. En toen andere kunstenaars hoorden dat dit schilderij had gewonnen, werden ze heel boos, want die zeiden van ja, wij hebben heel veel moeite gestopt om met allerlei digitale middelen digitale kunst te maken en hij heeft gewoon een programmaatje gebruikt. Maar die juryleden die zeiden van, nou, zelfs als ze geweten hadden dat dit een samenwerking was tussen mens en AI, dan had dat nog steeds de eerste prijs gewonnen, want we vinden dit gewoon een heel mooi kunstwerk. En de kunstenaar, of Jason Ellis zelf, die zei van luister eens, het heeft mij zeker 80 uur gekost om de goede instructies aan die machine te geven, zodat ik iets kan produceren wat ja, wij mensen ook echt kunnen waarderen als kunst. Dus zelfs met dat soort AI-programma's moet je vaak heel veel tijd in stoppen om iets goeds te produceren. Nou, dan kort nog iets over ChatGPT. Eigenlijk is ChatGPT een woordvoorspeller. Je geeft een heleboel teksten aan die machine. En dan gaat hij, wat hij eigenlijk doet, is dat hij elke tekst hakt hij in blokjes, woorden en soms zelfs ook lettergrepen. En dan gaat hij statistiek bedrijven, dan gaat hij kijken van welke woorden komen in al die teksten heel vaak bij elkaar voor. En zo gaat hij verbanden zien in teksten en wanneer je dan een instructie geeft aan die machine, in dit geval een Engels voorbeeld, the promise of large language models is that they. Dus dan moet ChatGPT het volgende woord gaan voorspellen. En dan gaat hij in zijn geheugen gaat hij kijken van welk woord met welke waarschijnlijkheid zou nou naast deze kunnen volgen op deze woorden. En dan kiest hij er eentje. En die keuze die kun je nog een beetje instellen. Je kunt die machine wat meer of minder risico laten nemen. Tegenwoordig staat hij behoorlijk risicoloos ingesteld, omdat we niet willen dat hij allerhande discriminerende teksten of onzin gaat verkondigen. Maar je zou hem ook wat meer risicovol kunnen instellen. Maar eigenlijk is het een woordvoorspeller, zonder dat hij enig idee heeft over hoe onze menselijke wereld werkt. Het enige wat hij ziet is tekst en woorden die vaak bij elkaar voorkomen. En statistisch gezien geeft dat goede resultaten, maar er zijn talloze voorbeelden bekend waarin die machine ook de mist in gaat. Hij is helemaal niet zo goed in redeneren. Er zijn mensen die hebben geprobeerd een ChatGPT te laten schaken. En wat hij dan doet is, hij volgt de regel niet eens. Hij doet gewoon zetten die illegaal zijn en dat komt omdat hij helemaal niet geprogrammeerd is om regels te volgen. Hij zoekt alleen statistisch gezien wat bij een bepaalde stand op het bord wat een volgende zet zou kunnen zijn. Dan combineert hij een heleboel partijen, waardoor hij eigenlijk de logica van die ene partij uit het oog verliest. Wat zou ChatGPT in het onderwijs kunnen betekenen? Nou, iedereen heeft wel gehoord dat zodra ChatGPT verscheen, studenten, scholieren die machine gingen gebruiken om essays mee te schrijven. Ik hoorde toevallig vorige week van een hoogleraar dat ze al behoorlijk wat fraudegevallen gehad in de commissie waarbij ze studenten ervan verdachten om ChatGPT te gebruiken. En één mooie anekdote was een jongen waarvan ze zeker wisten dat hij ChatGPT had gebruikt. Hij had namelijk in de literatuurlijst bij dat essay, daar stond literatuur die gewoon niet bestond. En dat is typisch iets wat ChatGPT ook doet. Die gaat gewoon woorden combineren en dan komt hij met artikelen aan die helemaal niet bestaan, of boeken die helemaal niet bestaan. En die jongen die was uitgenodigd om zich te verantwoorden voor de examencommissie. En die had zijn vriendin meegenomen. En die hadden zich kennelijk samen goed ingelezen, want die vriendin die voerde als verdediging aan dat haar vriend af en toe last had van hallucinaties. En hallucinaties is typisch iets wat ook in verband met ChatGPT wordt gebruikt. Er wordt gezegd, ChatGPT hallucineert, hij verzint dingen. Nou ja, vrij zeker heeft die vriendin dat ook goed opgepikt. Maar nou ja, aan de ene kant geeft het voor het onderwijs natuurlijk grote problemen nu al. Aan de andere kant heb ik van verschillende experts ook wel gehoord die zeggen van ja,
Het gaat nooit meer weg. Het gaat nooit meer weg, net zoals de rekenlineaal, de rekenmachine, spellingcheckers. We moeten er op een of andere manier mee leren omgaan. Misschien door onze tentamenopdrachten wat anders op te stellen. Misschien om wat meer mondeling te doen. En zeker ook om misschien samen met ChatGPT bepaalde vaardigheden te analyseren. Je zou ook gewoon het op een positieve manier kunnen gebruiken door te kijken van oké, wat die machine... Die machine die is getraind op zoveel data dat wanneer u 8 uur per dag zou lezen en u zou dat dagenlang, wekenlang 8 uur per dag lezen, dan zou u 22.000 jaar moeten lezen om alle teksten door te lezen die ChatGPT tot zich heeft genomen. Ik weet niet of je het lezen mag noemen, maar je zou 22.000 jaar moeten lezen om diezelfde hoeveelheid tekst te verstouwen die ChatGPT te zien heeft gekregen. Dus het biedt ook ongelooflijk veel kansen. En je kunt het misschien ook gebruiken om leer- en lesmethoden te moderniseren. En ik heb twee quotes hier opgeschreven van mensen uit het veld. Eentje, één Amerikaans en eentje van José van Dijk, universiteitshoogleraar aan Utrecht. En José van Dijk die zegt van beschouw ChatGPT net als Wikipedia, zoekmachines, spelcheckers, allerlei synonieme apps en andere digitale hulpmiddelen als onderdeel van het schrijfproces. Natuurlijk, uiteindelijk wil je dat iedere schrijver, schilder of academicus, die begint als een soort papegaai, die bootst gewoon na, maar uiteindelijk wil je dat studenten evolueren tot zelfdenkende burgers en weldenkende cultuurdragers. En die Steve Johnson die zegt over ChatGPT van, ja, denk groot, hoe kunnen we deze hulpmiddelen inzetten in het onderwijs? We zitten in een hele experimentele fase. Ik snap ook heel goed dat het voor het onderwijs een ongelooflijk grote uitdaging is. Maar ik denk ook dat we moeten accepteren dat die machine, die gaat gewoon niet meer weg. En studenten gaan er links of rechts om, gaan er gebruik van maken. Ik denk zelf dat je hem voor sommige opdrachten echt helemaal moet verbieden. Je kunt ChatGPT ook gebruiken om stukjes computercode te schrijven. Nou, uiteindelijk willen we gewoon programmeurs opleiden die zelf heel goed kunnen programmeren. Dus die moeten niet continu alleen maar die machine inschakelen. Maar goed, voor hele triviale stukjes code zou het een grote versnelling kunnen betekenen. Maar hoe dan ook, die machine die is er, hij zal beter worden. En ik denk dat we hem gewoon gereguleerd zullen moeten toestaan, net zoals we dat met andere digitale hulpmiddelen ook hebben gedaan. Nou, tot slot, hoe gaan we, ik wil een beetje uitzoomen. We hebben gezien wat kunstmatige intelligentie is, waar het goed in is, waar het niet goed in is. En ik wil nu een beetje uitzoomen naar hoe we daar als samenleving mee om moeten gaan. En ik denk dat het eerste wat we ons moeten realiseren is dat kunstmatige intelligentie is natuurlijk lang niet de eerste grote technologische revolutie. Als we kijken naar de afgelopen eeuwen, we hebben de stoommachine gehad, de introductie van de elektriciteit, de introductie van de computer in de jaren 60. En al die grote technologische veranderingen die hebben grote veranderingen in de samenleving veroorzaakt. En op lange termijn zou je kunnen zeggen dat al die revoluties uiteindelijk wel ten goede zijn gekomen aan de mensheid. Maar het heeft wel vaak voor problemen gezorgd, zoals werkloosheid. Banen die verdwijnen, banen die veranderen, dat zie je eigenlijk altijd. En ik denk dat daar de rol van de overheid, de taak van de overheid is om dat soort strubbelingen die zeker in de eerste jaren van dat soort nieuwe technologieën plaatsvinden, om dat in goede banen te leiden. Onder andere omdat ook AI natuurlijk talloze risico's in zich herbergt, is een hele lange lijst. Ik heb hier een aantal aantal uitgepikt. Het probleem van de bias hebben we al gezien, die vooroordelen, of van het feit dat we bij die neurale netwerken niet precies weten waarom ze een bepaalde beslissing nemen. We hebben ook al gezien dat we te veel kunnen vertrouwen op machines. Nou ja, dat het banen kan veranderen, dat is ook heel duidelijk. Wat ik zelf een behoorlijk groot probleem vind, is dat er natuurlijk een aantal techbedrijven zijn die zoveel data hebben verzameld, dat ze ongelooflijk machtig zijn geworden wanneer je ze vergelijkt met de macht die staten hebben of die de Europese Unie heeft. Mensen kunnen natuurlijk vaardigheden kwijtraken wanneer je al te veel overlaat aan een machine.
Aan de andere kant hebben we dat ook gehad met rekenmachines. Ongeveer een maand geleden wilde ik bij mijn lokale supermarkt, ik dacht ik ga nog eens een keer gewoon proberen af te rekenen met contant geld. En ik geloof dat, ik weet niet precies wat het bedrag van mijn boodschappen was, maar ik gaf een briefje van 50 en er zat een jong meisje achter de kassa en die wist gewoon absoluut niet meer wat ze mij terug moest geven. Geen idee. Dus die moest een ander meisje vragen, wat moet ik hier maar doen? En ja, dat is natuurlijk een gevolg van het feit dat iedereen ongelooflijk gewend is aan machines. Dus ja, het is een risico dat we bepaalde vaardigheden kwijtraken. Alleen nog maar, ja, op de lange termijn heeft ook de rekenmachine natuurlijk gezorgd voor een veel snellere overdracht van informatie. Het laatste risico wat ik nog wil noemen, en dat gaat met ChatGPT en met die generatieve kunstmatige intelligentie waarmee je beelden maakt. Ja, wordt dat een ongelofelijke opgave, is dat je heel makkelijk nepbeelden, nepvideo's, nepteksten kunt genereren. Dus daar zullen we als samenleving ons goed moeten tegen wapenen. Hoewel het lang niet zo duidelijk is hoe je dat precies zou moeten doen. Maar een van de manieren is de Europese AI Act. En als ik het goed heb, twee jaar geleden is er een concept gemaakt. Dat is dit jaar op basis van ChatGPT is dat weer een beetje aangepast. En als ik het goed heb, is dat ergens in de afgelopen dagen heeft het parlement gezegd, ja, we kunnen ons daarin vinden. En zou dat ergens later dit jaar of begin 2024 zou die wet echt van kracht moeten worden. En het idee is dan dat je allerlei AI-toepassingen verdeelt in laag risico, hoog risico en onacceptabel risico. Onacceptabel risico is bijvoorbeeld het gebruiken van gezichtsherkenning in de openbare ruimte. Dat wil het Europees Parlement absoluut niet hebben. Laag risico is bijvoorbeeld iets als automatisch vertalen. Ja, ik denk dat ik het wat betreft die regulering van AI bij die AI Act hou. Als je een beetje vanuit filosofische blik naar die hele ontwikkeling kijkt, dan zijn er een beetje twee uitersten. De ene stroming die zegt van, ja, die hele techniekontwikkeling, we hebben dat eigenlijk niet in controle. Bij wijze van spreken, techniek heeft een soort eigen wil. En de andere stroming zegt, nee, techniek is gewoon een instrument van de mens en wij als mens bepalen precies wat we met die techniek doen. Nou, ik denk dat de afgelopen decennia aan digitale ontwikkeling heeft laten zien dat we denk ik ergens daartussenin zitten. Dat zie je bij de mobiele telefoon. We vinden een mobiele telefoon uit, die verandert ons gedrag op manieren die wij nooit hebben kunnen voorspellen. En vervolgens past de mens de techniek weer een beetje aan. Wat belangrijk is denk ik dat je ziet dat techniek in de samenleving gewoon echt een vorm van macht is geworden. Google, Facebook, al die bedrijven die hebben een bepaalde macht daarmee. En daarom is het wat mij betreft ook heel goed dat we dat als Europese Unie proberen te reguleren. Dus uiteindelijk is de vraag aan de samenleving van wat willen wij als samenleving? En in de Verenigde Staten zijn ze meer van oké, laat het bedrijfsleven het maar oplossen. En wij in Europa zeggen wat vaker van nou, wij willen dat toch veel meer in de handen van de burgers houden. Nou, in mijn boekje heb ik bij elk van de 17 Sustainable Development Goals, de Verenigde Naties, die hebben 17 doelen opgesteld, van die hele grote doelen voor uiteindelijk 2030, van geen honger, gelijke kansen voor iedereen, zo goed mogelijk onderwijs. En bij al deze doelen kun je een aantal probleempjes identificeren waaraan kunstmatige intelligentie een bijdrage kan leveren. En het gaat dan natuurlijk niet om dat kunstmatige intelligentie die problemen kan oplossen. Daarvoor zijn die oorzaken veel te politiek of economisch. Maar ik denk dat kunstmatige intelligentie op een heleboel terreinen kleine bijdragen kan leveren. En dat op zichzelf is al buitengewoon zinvol. Ik denk dat kunstmatige intelligentie ons helpt bij optimale oplossingen zoeken. Maar uiteindelijk zijn wij als mensen het nog steeds die bepalen van wat zijn de problemen die we willen oplossen en wat vinden wij goede oplossingen.
Nou, mijn slotconclusie sluit eigenlijk aan bij de titel van mijn boekje. Ik denk dat we kunstmatige intelligentie echt moeten inzetten als een soort versterker van onze eigen menselijke intelligentie. En het gaat er helemaal niet om dat AI-systemen op mensen moeten lijken of superintelligent worden of dat we die als collega's moeten beschouwen. Het gaat er gewoon om dat ze slimme, nuttige assistenten zijn die bepaalde problemen kunnen oplossen die wij mensen of helemaal niet kunnen oplossen of veel langzamer kunnen oplossen. Nou, mijn boekje verschijnt op 31 mei. Ik had het graag meegenomen, maar daarvoor is deze lezing net iets te vroeg. Het is een pocketboekje van iets van 120 pagina's, dus ik denk dat je het in een uur of zes lezen makkelijk uit hebt. Alles wat ik vandaag heb verteld staat daar ook in, maar er staat nog behoorlijk wat meer in. En daarmee wil ik jullie bedanken voor de aandacht. En wanneer er vragen zijn, dan ga ik er uiteraard heel graag op in. Bedankt. Een mooi aspect natuurlijk van waar we het hier ook over hebben en waar vooral ook de problematische kant in zit, is wie heeft hier de controle en de macht? Gelukkig hebben we niet helemaal de controle over dat u een uur zou spreken en daar 20 minuten overheen bent. Dat is gewoon menselijk, maar prettig als het interessant genoeg is. Zijn er vragen? Want we hebben zeker nog wel een kwartier. Ja, de vrijheid om iets te gaan doen en het ontwikkelen en de creativiteit. U zegt dat het de mens gedaan heeft, maar eigenlijk is het kopiëren van de natuur, net als neurale netwerken. Dus het ontwerp, dat ligt al in de natuur, dit is al aanwezig. Ja, laat ik zeggen, wat creativiteit betreft, ik denk dat die Go-set die wij zagen, dat is op zich een voorbeeld van een creatieve set, in de zin dat mensen die nog niet hadden gevonden. Maar ik denk dat onze menselijke creativiteit op dit moment wel nog een heel stuk rijker, breder, op meerdere terreinen toepasbaar is. Maar aan de andere kant, u hebt gelijk als u zegt van als wij een neuraal netwerk maken en we baseren dat op menselijk brein, kun je in principe hetzelfde bereiken. Dat staat buiten kijf. Alleen de complexiteit van die netwerken die we op een computer maken, die is ongelooflijk veel kleiner dan de complexiteit van netwerken in ons brein. Nou, ja, er is veel is onbekend, maar we weten wel dat die complexiteit van ons brein op dit moment heel veel groter is dan die van. Ik heb een hele basale vraag. Alles staat en valt bij data, maar wie bepaalt nou welke bronnen gebruikt worden en wat niet gebruikt mag worden? Ja. Kunt u daar een antwoord op geven? Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag, want als je er rotzooi in stopt, komt er rotzooi uit. Ik denk dat een van de problemen op dit moment is, en dat zie je ook bij ChatGPT, het is een bedrijf dat helemaal niet vertelt welke data ze gebruiken. Dus de kans is heel groot dat er een deel bij zit wat beschermd is met een copyright en niemand weet het. Dus dan is het de taak aan overheden om te zeggen van oké, laat ons maar zien dat jullie data rechtmatig verkregen zijn en dat er geen copyright materiaal bij zit. Dat is iets wat Italië volgens mij een maand geleden met ChatGPT heeft gedaan. Die hebben toen gezegd van we verbieden het tot het moment dat jullie ons duidelijk kunnen maken dat jullie van Italiaanse burgers geen wederrechtelijk verkregen data hebben. Maar dat, ja, ik zie geen andere oplossing dan dat heel goed te reguleren. Maar er is, ik denk zeker dat in de Verenigde Staten is er wat meer een soort cowboy mentaliteit van doe maar wat en dan gaan we achteraf wel een keer, dan komt de ellende later. En we hebben dat ook met gezichtsherkenning gezien. Dat is de reden waarom sommige van die systemen zo slecht zijn in het herkennen van mensen van kleur, omdat ze, het is makkelijker om al die foto's voor witte mensen te gebruiken. Dus ik denk dat regulering de enige oplossing is. Een van de belangrijke punten in dat EU-beleid is ook transparantie. Ik denk dat die ook mee te maken heeft. Ja. Is het misschien logisch te denken dat gezien de beperktheid van het menselijk brein en de haast onbeperkte mogelijkheden van de techniek, dat op een bepaald moment de techniek het gewoon zal
vernemen van de mens. Ja, dat is een onderwerp. In mijn allereerste versie van mijn lezing had ik daar een aantal dia's over voorbereid. Omdat u er naar vraagt, ga ik kijken of ik die nog even tevoorschijn kan toveren. Bedoelt u trouwens zoiets dat AI ook superintelligent kan worden? Dat gewoon veel slimmer dan mensen en dan misschien wel controle over. Of bijvoorbeeld in de film of Space Odyssey neemt op een gegeven ogenblik de computer neemt de macht over van het ruimtevaartuig. Ja, precies. Dat is dat. Oké, dan zal ik even slide tevoorschijn. In de gang toen we hier naartoe liepen, zei iemand nog, nou, als het ons niet bevalt, dan trekken we gewoon de stekker eruit. Ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar precies. Laat ik zeggen. Er zitten een aantal aspecten aan. Op dit moment, zoals ik heb laten zien, is kunstmatige intelligentie in sommige aspecten echt veel beter dan mensen, maar in sommige aspecten echt veel slechter dan mensen. U zegt, ja, er is geen reden waarom die computer niet in die aspecten waarin die nu slecht is, wordt die gewoon beter. Dat denk ik inderdaad ook. Maar ik denk wel dat we nog een behoorlijk eind van het punt zijn waarop die computer echt in alle vaardigheden waarin mensen goed zijn, dat die daar net zo goed is. Maar oké, we laten aannemen, daar komt die. Dat kost wat inspanning, wat moeite. Nou, stel, in principe zou je zeggen, ja, hij moet ook, dan gaat hij ook gewoon beter worden. Hij leert hoe die zelf werkt en dan kan hij zichzelf gaan verbeteren. Dan maakt hij zich super intelligent op alle mogelijke terreinen. Stel dat hij dan ook nog in staat is om in zijn eigen energie te voorzien. Want ik heb al laten zien, zo'n computer heeft ongelooflijk veel energie nodig. Dus ja, we kunnen zeggen, computer, jij krijgt dat niet. Maar we kunnen ook zeggen, van, nou ja, misschien is hij zo slim, maar hij gaat dat zelf uitvogelen. Hij komt ook aan die energie. Nou ja, en als je dan ook nog aanneemt dat de mens niet meer in staat is om de stekker eruit te trekken. Nou ja, dan zou die misschien wel een bedreiging kunnen vormen. Maar mijn redenering zou zijn van bij elk van deze stappen. Er is een kleine waarschijnlijkheid. En wat is dan de totale kans dat zo'n AI-systeem de wereld gaat overnemen? In theorie kan het, maar ik denk dat het een ongelooflijk kleine kans is. En ja, je moet er aandacht voor hebben, maar ik denk dat er grotere problemen zijn met de kunstmatige intelligentie die nu al spelen, die nu onze aandacht vragen. En ik denk dat als we die goed weten te pareren, binnen de perken weten te houden, dat we ook dit probleem binnen de perken kunnen houden. En ja, mochten die computers echt zo super intelligent worden dat ze gevaarlijk worden, dan zou ik zeggen, dan moet je iets zoals een nucleair verdrag of het reguleren van biologische en chemische wapens, dan moeten we verdragen maken tussen staten waarin we zeggen van zo en zo mag je die systemen wel en niet gebruiken. Ik heb ook een vraag over toch hoe ver volgt de AI ook op een gegeven moment, zeker als je verder doorgevoerd wordt, een bedreiging voor de privacy. Je ziet dat nu al, dat er toch al mee geschoven wordt. En ja, ik denk toch wel heel belangrijk is dat er wat meer aandacht aan mag worden besteed. Hoe ziet u dat? Nou ja, we hebben in Europa sinds, ik meen, 2018 de GDPR. En in Nederlands heet dat de AVG. Dus qua Europese wetgeving, ja, is er al het een en ander dat ons zou moeten beschermen tegen die data. Maar ik zie u denkt, dat is niet goed genoeg. Ja. Ik moet zeggen dat ik ben geen specialist in wetgeving en dat specifieke probleem. Maar dan zou ik bijna zeggen van dan moeten we gewoon. Je zou elke paar jaar zou je moeten evalueren van wat kunnen AI-systemen nu wat ze een paar jaar geleden niet konden. En hoe kunnen we dan zo'n wet als die AVG, hoe kunnen we die daarop aanpassen? Dat is één. En twee, wat volgens mij heel belangrijk is, je kunt wel wetgeving hebben, maar je moet vooral ook mensen hebben die het controleren. Dus in Nederland is dat de autoriteit persoonsgegevens, heet dat geloof ik. Ja, nou ja, volgens mij hebben die al veel moeite om het allemaal bij te benen. En op Europees niveau is dat ook. Dus ik zou zeggen, we moeten heel sterk inzetten op AI-kennis, AI-wijsheid bij overheden en vooral ook toezichtsinstanties creëren die met voldoende mensen is uitgerust om dat probleem de baas te kunnen. Want ja, ik vind het ook een probleem. En met de snelheid van technologische ontwikkelingen hebben we wel het idee dat we met dat soort wetgevingen zo vaak erachteraan. Ja, absoluut. Dat is een groot probleem natuurlijk. Er was hier een vraag, mevrouw.
enige tijd geleden was hier een lezing en dat ging over intuïtie. Dat intuïtie is de basis van de kennis. Ja. En ik vraag me af, wat doet AI daarmee? En de tweede vraag is, wat doen emoties, afschuw of blijdschap of walging, ja. Wat doet ja. AI? Nou, hele mooie vraag, ja. Nou, intuïtie, het is moeilijk om precies vast te pinnen wat het is. Maar er is bijvoorbeeld aan Garry Kasparov wel eens gevraagd hoe hij schaak speelt. Dat was naar aanleiding van die match tegen die computer. Toen werd hem de vraag gesteld van, ja, die computer die kan zoveel zetten vooruit denken. Hoeveel zetten denk jij vooruit? En zei, ja, 1 of 2 zetten, ik denk intuïtief na. En wat hij dan bedoelt is dat hij kijkt naar een stelling op het bord en heeft zoveel van die stellingen gezien dat hij eigenlijk door de visuele herkenning van waar die stukken staan, kan hij inschatten welke volgende zet hij moet doen. Dus intuïtie is zoiets dat je zoveel patronen hebt gezien, dat je zonder bewust na te denken een beslissing kunt nemen. Daar zijn mensen ongelooflijk goed in. Maar goed, die machine die stelt dat tegenover dat die ongelooflijk veel kan doorrekenen. En zoals we bij dat Go-spel zagen, kan die machine af en toe ook iets zien, een patroon zien, dat wij mensen niet zien. Dus onze intuïtie kan natuurlijk ook kan verkeerd uitpakken. We kunnen het verkeerd hebben. Het is een beetje evolutionair ontwikkeld om razendsnel een beslissing te nemen, maar dat razendsnel beslissing nemen kan ook tot een fout leiden. Dus ik zou zeggen, intuïtie is op dit moment bij de mens veel beter ontwikkeld dan bij die machine. Maar die machine kan wel veel meer rekenen en veel meer data aan, wat ook weer zijn eigen voordelen heeft. Nou, wat emotie betreft, dat is natuurlijk typisch iets wat tijdens de menselijke evolutie is ontwikkeld om ook heel snel beslissingen te nemen. En zo'n computer heeft geen evolutionaire geschiedenis. Dus ja, van zichzelf heeft hij geen emotie. We kunnen natuurlijk proberen om daar iets van emotie in te stoppen in een robot. Maar dat is toch altijd een beetje fake. Ik zou zeggen, al die robots die iets van sociale interactie tonen en die iets van emotie willen tonen, die faken dat eigenlijk. Die doen dat goed na. Maar die hebben vanuit zichzelf geen evolutionaire redenen om dat te doen. En ik denk dat nog steeds een heel groot verschil is tussen mens en machine. En ook een belangrijke reden om voorzichtig te zijn met het toepassen of het willen toepassen van robots in context van zorg of zo. Omdat ik zelf denk dat die emotionele aspecten, die kan die robot niet bieden. Wat mij betreft hoeft hij dat ook niet te bieden. Laat die robot lekker doen wat hij beter kan dan mensen tillen of zo. En laat al die emotionele aspecten over aan mensen. Techniek vertegenwoordiger. Er was nog een vraag hier. Ja, dat is dan de laatste. Het is alweer 9:30. Weet je IT ook wat democratie is? Sorry? Wat democratie is? Weet AI ook wat democratie is? Ah, nee. Nee, wij zullen regels moeten geven waaraan democratie voldoet. Nee, ik denk dat ook een heel belangrijk aspect is waarom we moeten zeggen dat uiteindelijk, wat mij betreft, zijn uiteindelijk mensen altijd verantwoordelijk voor AI-systemen. Het is onze maatschappij, wij kunnen AI inzetten voor het helpen oplossen van bepaalde problemen, maar wij moeten verantwoordelijk zijn. Wij bouwen die machines, die machines hebben geen idee van de wereld. Democratie die niet, die zoals China of Rusland, of die kunnen dan gang gaan. Nou ja, dat een goede opmerking. U zegt van in China gaan ze er anders mee om. Dat is de reden waarom bijvoorbeeld in die Europese AI Act bij systemen die wij in Europa verbieden, horen ook de sociale kredietsystemen waarvan ze in China een soort variant hebben. Een sociaal kredietsysteem is een systeem waarbij je een heleboel data over burgers verzamelt, ook via camera's op de openbare weg. En als je dan een burger op een bepaalde plek een straat ziet oversteken waar dat niet mag, dan krijgt hij minpunten. En als hij voldoende minpunten heeft, dan kan hij geen huis kopen of zoiets. Nou, dat soort systemen verbiedt de Europese Unie. Zij doen het wel, hè?
China doet het wel, ja. Nee, maar je ziet dus dat mensen hebben daar andere ideeën over. In China hebben ze daar een ander idee over. Maar ik ben heel blij dat wij in Europa dat soort dingen absoluut verbieden. Ja. Maar het kan wel, ja. Toch afsluiten met een iets minder optimistisch idee daarover. Want het is natuurlijk inderdaad wat we erin stoppen en hoe menselijk dat is. En hoe we er als mens mee omgaan en wat we ervan maken en kunnen gebruiken. En sommige mensen... Of sommige systemen, of sommige politieke systemen, die gebruiken het op een andere manier dan wij misschien hier zouden willen. Heel interessant allemaal. Ik denk dat we inderdaad heel veel positieve aspecten hebben gezien. Een aantal kritische kantpunten waar we met z'n allen druk mee bezig gaan hier in Nederland, in Europa en in de wereld, hoop ik. Ik dank u allen voor uw komst naar Studium Generale dit seizoen. Ik hoop u volgend seizoen terug te zien. Ik wijs u nog even op de voorstelling volgende week over Wim Klein, de laatste menselijke computer. Van een interessante theatermaker die veel wetenschap onder de aandacht brengt. Dat is op 23 mei, volgende week dinsdag, in de NC via Theater aan het Vrijthof kunt u tickets krijgen. Als u de kortingscode heeft gekregen bij het inschrijven voor deze lezing, dan betaalt u €12,50 in plaats van €20. Als u de kortingscode niet heeft, maar wel wil, kunt u even naar mij toe komen. Dan kan ik u die geven. Ik dank u hartelijk en vooral ik dank Benny Moos. Graag gedaan. Ja.